Hallo. Zo, wat fel licht. Yes. Ik ga mijn best doen. Momentje. Ik weet niet wie is dat. One take en dan... Ja. Even originele antwoorden nog bedenken, dan... Wat wilde ik horen? Eigenlijk wou ik het leger in. Dat was eigenlijk altijd wel mijn kindsdroom. Dat kan ik zo niet zeggen. Wat ik vroeger dacht wat ik wilde worden. Nee. Ja, echt, ik heb wel geen idee. Ja, de standaard dingen denk ik, hè? Brandweerman, politieagent. Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee. Gezond oud. Ja, brandweer, politieman, zo. Liggen. 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 Zitten. Biertje. Nou, zijn jullie een biertje, hè? Kan ook allebei. Liefste beide. Biertje met een worstbroodje. Alles netjes afleveren. Nou ja, dat is geen uitdaging te groot. Om, als ik mensen of klanten aan de telefoon krijg, om proberen een zo goed mogelijk oplossing te vinden of afspraken te maken voor de bezorging of ophaling. Ja, ik denk toch wel, als we de hoogte in moeten, dingen boven krijgen. Dat is soms lastiger dan dat je denkt. Werken van Verdonzen is leuk omdat je van alles wat de variatie, de afwisseling, en dat je niet de hele dag in bepaalde dingen zit te doen, maar van alles wat. Een stukje vrijheid, zelf kunnen bepalen wat je doet in grote lijnen. Als je het maar goed doet en kan verantwoorden. De mensen die we ontmoeten. Ik denk de variatie. Je komt bij veel mensen thuis, veel soorten woningen. Dus eigenlijk is geen klant is hetzelfde, dus dan houdt het wel gezellig en leuk. Alles wat hartig is. Kebab. De kipkibbeling van Brabants lekkerste. Nou, ik ben vrijdags altijd vrij, dus ik eet dan niet mee. Maar mijn favoriete snack zou zijn een lekker frikandel speciaal. Chocola. Chocola, ja.